lieve schatten van het vijfde leerjaar. Het is de vierde week sinds de paasvakantie en ik heb weer een bijbelverhaal voor jullie. Ik hoop dat het vorige keer goed gegaan is, ook met de opdracht om vijf dingen op te sommen die je waardevol vindt, maar wel ook wil delen om iemand anders te helpen. Nu is er weer een gelijkenis die Jezus geeft. En die gelijkenis noemt de farizeer en de tollenaar. En die gaan we lezen in het boek of het evangelie van Lucas. Dat is het derde boek van het Nieuwe Testament. En daar gaan we naar hoofdstuk 18. Je kan dat meelezen in je eigen Bijbel, als je er een hebt. Of je kan het meelezen in je bundeltje, waar het staat. Of je kan gewoon heel goed en aandachtig luisteren terwijl ik het lees. Er zijn misschien nog andere manieren om het te lezen, zoals op een gsm of op de computer. Ja. Goed, we zitten in hoofdstuk 18 van het boek Lucas en we beginnen bij vers 9. Dus de dikke vette 18 en de kleine 9. Jezus gaf nog een voorbeeld. Dat was bedoeld voor mensen die zichzelf beter vinden dan anderen. Jezus zei, een farizeeër en een tollenaar gingen naar de tempel om te bidden. De farizeer stond trots rechtop en hij begon te bidden. God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen, want die zijn oneerlijk, ze stelen en ze gaan vreemd. Oh, en ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Ik betaal belasting aan de tempel over al mijn bezit en ik vast twee keer per week om u te eren. Intussen stond de tollenaar helemaal achter in de tempel. Hij durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij huilde en hij zei, God, ik ben een slecht mens. Heb medelijden met mij. Luister naar mijn woorden, zei Jezus. Toen de twee mannen naar huis gingen, was de tollenaar bevrijd van zijn schuld, maar de farizeer niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken. Tot daar dit verhaal. Ja, ik heb daar nog bij gezet, belangrijk. Deze vertaling die ik gelezen heb en die ik gebruikt heb, de Bijbel in gewone taal, drukt de dingen wel heel sterk uit om het duidelijk te maken, maar eigenlijk staat er meer van wie zichzelf verhoogt of wie trots is, zal vernederd worden. Maar wie nederig is of wie zichzelf niet beter vindt dan een ander, die zal verhoogd worden. Dus het is niet de bedoeling dat je jezelf niks waard vindt, maar belangrijk is om jezelf niet beter te vinden dan iemand anders. Iemand anders evenveel te gunnen als jezelf. Ja? Jouw opdracht voor deze week is om voor iedereen in jouw gezin iets op te sommen waardoor zij voor jou belangrijk zijn. Of waar je van hem of haar nog iets van zou kunnen leren. Ja, is niet altijd even gemakkelijk, denk ik. Want het komt niet altijd even goed overeen met alle broers of zussen. Of misschien heb je net ruzie gemaakt met je ouders. Maar probeer na te denken. Probeer eens te denken van, goh, waar kan ik nog iets leren van hem of haar? Ja, waar ben ik eigenlijk een beetje minder dan hun? Waar weet ik het niet beter? Ja, dus dat is een beetje de opdracht. En dus voor iedereen in jouw gezin, één ding. Ja, één ding moet je toch wel kunnen vinden. Oké, veel succes in het nederig zijn. En tot volgende keer. Dag.